Welkom bij Maak het in Brabant met in deze aflevering alles omtrent de keuringen van onze tourcaravan. Sonja met de voorjaarsmode 2015. Maar eerst eventjes met Yvonne, want die vertelt ons alles over suiker. Welkom bij Maak het in Brabant. We staan vandaag weer in de gezondheidswinkel Broeders. Naast mij Helene Melis. We gaan het vandaag hebben over suikers. Hè? Ja. Nou, we hebben hier een hele uitstalling op tafel. Meer suikers dan ik wist dat ze bestonden. Maar eigenlijk denk je, als we het hebben over gezondheid, helemaal maar geen suikers. Hè? Natuurlijk nog beter. Alleen ja, bijna niet meer toe te passen in deze tijd. Alleen er zit wel heel veel verschil tussen de suikers die we tot ons nemen. En het zit natuurlijk overal in. Alles wat we eten, zelfs van brood tot koekjes tot, ja, je kunt zo gek niet verzinnen, chocola. Nou, fruit ook niet te vergeten, daar zitten natuurlijk ook suikers in. Ja, dat zijn wel de fruitsuikers dus, hè, dus die van nature in vruchten voorkomen. Dus geen toegevoegde suikers. En dat is al een heel groot verschil. Ja. Dus. Nou weet ik, geraffineerde suiker, dat is in ieder geval niet zo best. Nee. Hoe kun je dat voorkomen, dat je die, of zoveel mogelijk voorkomen, dat je die dan binnenkrijgt? Ja. Maar geraffineerde suikers zitten eigenlijk tegenwoordig bijna overal in. Dus alles wat we eigenlijk gewoon normaal gesproken kopen, zit het in. Hè. Daar onderscheidt eigenlijk onze winkel zich ook wel een beetje mee. Doordat wij heel veel proberen te werken met wat natuurlijkere vormen van suikers. Het blijft suiker, hè. Laat dat voorop staan. Hè. Want ik bedoel, alles zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel wat omhoog gaat. Alleen het grote verschil tussen geraffineerde suikers en niet geraffineerde suikers, zoals honing, allerlei moutstropen, kokosbloesemsuiker, palmsuiker. Dat zijn soorten die in je bloedsuikerspiegel gewoon veel minder effect hebben. He, dus een geraffineerde suiker geeft een enorme piek, zeg maar, he, waardoor het gelijk gaat reageren. Dat is even prettig natuurlijk. Dat kan voor je energiehuishouding heel prettig zijn, maar aan de andere kant zak je daarna ook enorm snel in. He, dus is de energie ook weer gelijk weg. Het voordeel van de natuurlijke suikers is dat ze een vele langzamere verbranding hebben. Dus uiteindelijk doet het ook in je lichaam natuurlijk, hè, net als gewone suiker wat. Maar doordat er van nature allerlei enzymen nog in zitten, bijvoorbeeld net zoals in honing, dan breekt dat zeg maar, het wat beter af allemaal. Waardoor de bloedsuikerspiegel minder snel omhoog gaat en het voor je lichaam ook een heel stuk gezonder is. Ja, nou daar kun je natuurlijk een hoop zelf aan doen. Want als je aan het koken, aan het bakken bent of suikers in eventueel in je koffie of in je thee, dan kun je natuurlijk kiezen voor iets gezondere alternatieven dan die geraffineerde witte suiker. Klopt. Ja. Nou ja, want honing bijvoorbeeld. Ja, trouwens honing in de thee lekker, maar in de koffie lijkt me dat nooit geprobeerd, maar dat lijkt me minder smakelijk. Nee, ook op het moment dat je honing in de thee of koffie gaat doen en je hebt het vrij heet water of hete koffie, boven de 40 graden gaan daar ook de enzymen in kapot. Dus je verliest eigenlijk ook dan de daadwerkelijke goede stoffen, zeg maar. Dus het is beter om het natuurlijk gewoon niet allemaal heel erg hoog te verhitten. Dus als je het gewoon op redelijke temperaturen doet, zeg maar, dan heb je wel, hè, bijvoorbeeld, net zoals in honing. Hè, honing heeft van nature heel veel enzymen. En als die enzymen erin zitten, dan breekt het enorm goed af in je lichaam. En geeft het ook minder invloed op je bloedsuikerspiegel. Dus in dat opzicht gewoon veel gezonder dan een gewone witte geraffineerde suiker, wat ook met heel veel chemische stoffen bereid wordt om witte suiker te verkrijgen. Hè, want als we suiker in de natuur pakken, hè, dit is oersuiker, dat is eigenlijk de suiker zoals die in de natuur voorkomt. Hè, dan zitten alle oersuiker, dat klinkt toch vooral een beetje als een marketingterm? Nee, ja, maar het is gewoon een suiker die niet geraffineerd is, dus hij is niet bewerkt. Dus het is gewoon, hè, van de suikerrieten ook. Hè, dus uiteindelijk heeft hij ook natuurlijk, hè, doet hij net zoals de gewone suikers ook zijn werk. Hè, dus ook blijft allemaal, hè, minder gezond. Alleen, dit is wel van de suikers een van de gezondste, omdat hier gewoon alles in zit zoals hij in de natuur voorkomt. Dus hij wordt niet met chemische processen behandeld. Ja. Nou, hebben we op tafel ook verschillende snoepsoorten liggen. Ja. Snoep is ook niet echt heel gezond. Of geldt dan ook weer, je hebt minder gezond en nog minder gezond? Nou, daar zit wel wat verschil in. Snoep blijft iets lekkers, wat voor je lichaam natuurlijk niet altijd even goed is.
Alleen tussen de snoepjes heb je ook wel inderdaad heel veel verschil. He, dus je hebt snoepjes waar helemaal geen suikers in zitten. Bijvoorbeeld gezoet met stevia, he, dat is van een plantje. En dat zijn bijvoorbeeld dit soort dingetjes. He, dus dat zijn gewoon chocoladereepjes. He, en dat doen ze dan stevia in. En stevia heeft totaal geen invloed op je bloedsuikerspiegel. Zet ik er wel bij dat je heel erg moet opletten. Er zijn heel veel stevia's op de markt die ook weer gezoet worden met allerlei kunstmatige zoetstoffen. En die zijn wel heel erg slecht voor je lichaam, omdat die de lever ontzettend aantasten. Wat zijn nou, dat zal natuurlijk per winkel verschillen, maar jullie kunnen natuurlijk alleen spreken voor je eigen winkel. Ja. Wat is nou de meest populaire snoepsoort die hier verkocht wordt? Ja, toch wel de chocolade, zeg maar. Omdat dat, ja, hè, en zeker tegenwoordig de rauwe cacao. Hè, dus dat zijn allemaal snoepjes van chocola die niet verhit is. Hè, dus normale chocola wordt nog verhit. En deze heeft dat niet, waardoor alle goede eigenschappen daarin behouden blijven. Maar hij is ook gezoet met kokosbloesemsuiker. Maar als we het dan hebben over chocola, dan heb je weer een ander aspect dat daar ook meespeelt. Niet alleen is het gezond of is het minder gezond, maar natuurlijk ook, ja, hoe is dat tot stand gekomen? Hè? Krijgen de cacaoboeren daar wel een eerlijke prijs voor? Dus ja. Dat maakt het voor die consument natuurlijk wel heel erg lastig om überhaupt een keuze te maken. Ja, maar daar kun je voor jezelf altijd van uitgaan. Als je sowieso biologische chocola koopt, is het altijd op een hele redelijke prijs. Hè? Dus, en fair trade natuurlijk ook, hè? Wat je ook nog wel eens in supermarkten ziet. Hè? Dus dan krijgen de boeren echt gewoon waar voor hun geld. Dus dan wordt er niet met, dan worden ze niet helemaal, ja, dat is niks overhouden, zeg maar, voor schandalige prijzen. Wat normaal regulier natuurlijk heel veel gebeurt. Maar dat maakt gezond eten, of in ieder geval biologisch eten, maakt het ook wel duurder eten, hè? Dat zorgt wel dat je iets duurder uit bent. Aan de andere kant wel veel gezonder voor je lichaam. En als je heel veel geraffineerde suikers eet, onderschat dat niet, hebben we ook veel meer nodig. Hè? Dus ons lichaam gaat steeds meer vragen naar meer suiker. Hè, pak je de goede suikers, dan gaat je lichaam, hè, daar ook veel meer op afstellen, waardoor je veel minder verbruikt. Ja, en Dit zijn gewoon koekjes, zeg maar, hè, koekjes, inderdaad, zonder suiker. Dat is denk ik wel een van de producten waarmee mensen de meeste suikers binnenkrijgen. Ja, ja. Ja, dit wordt dan gemaakt met allemaal fruitsuikers. Dus dat zijn suikers die, dit is dan echt gezoet met de suiker die uit vruchten komt. He, en natuurlijk hebben ook fruitsuikers invloed, maar natuurlijk wel veel minder slecht dan dat het helemaal geraffineerd en slecht behandeld is. Goed. Helene, dankjewel. Alsjeblieft. We zijn inmiddels weer in april. Het zonnetje schijnt. Het is weer tijd om de tourcaravans van stal te gaan halen. Maar voordat we op pad gaan, moeten we natuurlijk wel een en ander gebeuren. Dus we zijn bij de firma Lenberg. En dan gaan we eens kijken wat er allemaal aan onze tourcaravan gedaan moet worden. Voordat we veilig op pad kunnen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. We hebben een afspraak met Kees Roelens. We gaan eens kijken wat hij allemaal te vertellen heeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb een afspraak met Kees Roelens. Ik kom voor het onderhoud van mijn caravan. Dan heeft u hier de juiste persoon. Oh, goedemorgen Kees. Goedemorgen. U wil eerst wat informatie over de onderhoudsbeurt? Ja, prima. En dan zullen we eens kijken wat er allemaal aan moet gebeuren. Kijk. Uit de kunst. Dan pak ik er een formulier bij. Loop ik even met u mee. Kijk, Kees, we staan hier nou in de werkplaats. Wat was je net aan het vertellen? Nou, u hebt de caravan aangeboden voor een stukje onderhoud. Dat u weer veilig op pad kan natuurlijk met de caravan. Dat is het belangrijkste. En wij gaan de BOVAG onderhoudsbeurt uitvoeren aan uw caravan. En dat houdt in alles wat met veiligheid te maken heeft. Wordt gecontroleerd. Schoongemaakt, afgesteld en dergelijke. Dus dat houdt in 12 volt systeem, gasinstallatie, de remmen, oplooprem. Dus eigenlijk, dus wat ik net zeg, alles wat met de veiligheid van uw caravan te maken heeft. En is het nou iets wat ik elk jaar moet doen? Nee, ons advies, de BOVAG advies, is 2 jaar. 1 keer in de 2 jaar terug voor het stukje onderhoud. Heeft natuurlijk ook een beetje te maken met het aantal kilometers dat u rijdt. Ja. Maar goed, de caravan heeft geen kilometer tellen, dus dat kunnen wij niet achterhalen. Oké. Ja. En dan kunnen we weer veilig op pad deze zomer. En dan kunnen jullie weer lekker gaan genieten van de vakantie. Kijk, in de globale controle lopen we samen even rond de caravan. U komt hem nu brengen. Mm-hmm. Ik ga er ook eventjes al naar de banden kijken. Dat is al iets wat ik al met dotcodes, dat is de leeftijd van een band, kan beoordelen en dergelijke. En dan gaat mijn collega Pascal eventjes jullie onderhoudsbeurt uitvoeren. Nou, dus we lopen even een rondje. Laten we eens kijken.
Ik ga naar de banden kijken. Ja. Mijn collega zal direct ook duidelijk kijken. Er staat een dotcode in een band die aangeeft wat de leeftijd is. Dit is een dotcode. Dus deze band is van week 14, 2011. Die zit dus in zijn vijfde levensjaar. En mag dus nog een keertje mee. Mits de conditie goed is, maar dat ziet de monteur direct. Prima. Hij is schadevrij. Mm-hmm. Ja, dus, we hebben geen schade gereden. Nee. Dus dat is de controle die ik altijd eventjes hier uitvoer als eerste binnenkomst. En mijn collega gaat nu de onderhoudsbeurt uitvoeren. Nou gaat het natuurlijk effectief gebeuren. Ja. Wat ga je allemaal doen aan mijn caravan? Nou, wat wij doen met de onderhoudsbeurt is eigenlijk een inspectielijst afwerken. Zoals eigenlijk opgegeven wordt door BOPAG en AAB-voorschriften. Dat lijstje heb ik hier bij me. En die lijst die is eigenlijk heel simpel. Wij gaan controleren naar verhand de BOPAG inspectielijst of dat de caravan technisch weer mee kan voor de klant. Dat betekent dat we een aantal punten doornemen. En een aantal punten wil zeggen een onderstel wat helemaal technisch nodig moet zijn vanwege de afremming van de caravan. Of aanhanger in dit geval, kan ook. De opbouw of dat de bevestiging rondom de deuren en dergelijke allemaal netjes vastzitten en dat soort dingen. De kleppen netjes werken. Elektra gedeelte heeft te maken ook veiligheid in en buiten de caravan. Een stukje gascomfort. Dat betekent dat de apparaten die in de caravan aanwezig zijn, zowel 230 of gas, gecontroleerd moeten worden op gaslekkages en dergelijke. En eventueel een globale vochtmeting. Nou, die vochtmeting die gaan we straks als eerste uitvoeren. Waarom? Omdat we dan gelijk de klant advies kunnen geven of dat er ergens vocht aanwezig in de caravan kan zijn of aanwezig kan zijn dat we dat kunnen verhelpen met de klant samen. Dus wij eerst zorgen dat we stroom op de caravan gaan krijgen. Vandaag gaan we een globale vochtmeting doen. Vocht is een veel voorkomend probleem in de caravan. Houten delen kunnen gaan rotten en bij een onderhoudsbeurt of keuring kan via een vochtmeter het probleem tijdig worden opgespoord en worden verholpen. Nou, dit is eigenlijk ons kleine autootje, zoals we dat noemen. Een testkarretje, wat we zelf geproduceerd hebben. Om te kijken of dat uw caravanverlichting juist in orde is. We hebben een aantal testknopjes erop zitten. Dat betekent dat we dus de stekker van uw caravan erin gaan plaatsen. Kakelaar om gaan zetten. Dan gaan we dus de verlichting controleren op uw caravan. En zo wordt heel de lijst gewoon netjes van verlichting afgewerkt. Inclusief binnenverlichting en koelkast op 12 volt. Omdat dat ook netjes functioneert achter uw auto. Handremmenafdeling en de koppeling zelf. We starten al bij de koppeling. Dit is een stabilisatiekoppeling zoals we dat noemen. We hebben dus een standaard koppeling waarin twee echte remvoeringen. En die remvoering moeten we ook controleren of dat er nog genoeg indicatie op zit om de afstraat te kunnen laten remmen op de trekhaak. Dat betekent in de voor- en achtergedeelte van deze koppeling zit een remcupje. Wat dus afremt op de kogel bij eventueel bij stabiliseren van het systeem. Goed. Het volgende aspect is een breekkabel. Een breekkabel is eigenlijk een hulpmiddel om het remsysteem bij eventueel noodsituaties, om de handrem eventueel erop te zetten bij een blokkage of bij een ingreep. Nou, een breekkabel wordt helemaal geheel zonder staaldraad uitstekend intact te zijn. Dat betekent ook dat we de aansluiting moeten controleren en de musketonhaak eventueel dat hij nog netjes functioneert. Dat is alles wat er aan een breekkabel behoort aanwezig te zijn. Gasvoorziening. Je leeft en slaapt met de familieleden in de caravan. Je moet er niet aan denken dat er iets mis is met het gassysteem. De gasleidingen moeten worden afgeperst op 150 mm bar om lekkages op te sporen en te verhelpen. Let ook op dat u de gasleidingen volgens voorschrift op de leidingen tijdig vervangt. En tegelijkertijd kijken we en naar het jaartal van de band, wat aangegeven wordt via die dotcode, eventueel bij slijtage in het loopvlak of op het loopvlak. Zelf geen mover, je ziet hier een lichte slijtage van een band, van het inlopen van een mover. Nadat de band dus op alle punten gecontroleerd is, gaan we de trommel openmaken. Dat kunnen we alleen als we de standaarddop afhalen, de naafdop zoals we dat noemen. En u ziet hier een boogmoer. Een boogmoer wordt maar eenmalig gebruikt. Dat is namelijk de konische moer. En die konische moer mag je eigenlijk afdraaien, maar nooit meer terug op. In verband dat dus de eivorm in de moer zelf niet meer aanwezig is. Dus vandaar altijd nieuwe moeren plaatsen. Deze moer wordt verwijderd.
De trommel wordt netjes van het systeem afgehaald. En dan gaan we controleren op een aantal punten in het remsysteem. Dat betekent dat we allereerst de trommel gaan controleren. De trommel kan ook daarin scheurvervorming tonen door oververhitting of andere punten. Ook het lager wordt gecontroleerd omdat hij nog netjes loopt, geen bijwerkingen heeft. En ook het remsysteem wordt helemaal gecontroleerd op afstelling en straks ook het schoonmaken van het systeem. Nou, remvoering zelf controleren op de rotschuurtjes of haarscheurtjes van verbranden. En als u echt een probleem heeft gehad wat berg in en berg uit is geweest, dan net de remschoen. Dit is een remschoen die compleet van de voering is afgelopen. Dat betekent dat hij dus oververhit is geweest en op een gegeven moment een breuk vormt in uw remsysteem. Een band kan goed lijken op het eerste gezicht, maar deze kan uitdrogen na verloop van tijd, zodat de kans op een klapband toeneemt. Als een lager versleten is of niet goed is afgesteld, kan deze vastlopen waardoor een wiel kan afbreken. Het op tijd vervangen en een correcte wielager is noodzakelijk. De remmen van de caravan vormen een belangrijk veiligheidsaspect. Door het vaak grote gewicht moet uw caravan tijdens een rit goed kunnen remmen. Dus een goede afstelling hiervan is van levensbelang. Ja. Nou, bedankt voor al die uitleg, Pascal. Oké, dankjewel. We zijn hier bij het winkeltje in Schavemoer. En naast me staat Perry. Die gaat ons zo alles vertellen over de mode voor het voorjaar en de zomer. Maar allereerst, Perry, kun je misschien iets vertellen over het ontstaan van het winkeltje? Ja, zeker. Het winkeltje hier in het mooie Schavemoer. Al bijna 45 jaar zitten wij hier op de Molendijk. Heel vroeger was het een heel klein snoepwinkeltje. Maar ook kruideniers, waren, dat soort dingetjes. Hè. Ze kwamen hier voor een pondje rijst of een pondje meel. En mijn schoonmoeder, haar vader, die had zoiets van, Jopie, die moet ook maar een winkeltje beginnen. Haar vader is Jantje Koopmans, de bekende zanger van Rode Rozen. Okay. Maar buiten het feit omdat hij de boer opging met zijn accordeon, was hij ook winkelier. En hij vond dat zijn dochter een dorp verder wel het bedrijf ook kon verder zetten. Zeg maar een soort klein filiaaltje van het bedrijf Waspik. Dus zij begon hier een klein winkeltje. En dat is nu uitgegroot tot 600 vierkante meter. Okay. Dan over de mode. Je hebt natuurlijk in het voorjaar andere kleuren en mode dan voor de zomer. Kun je daar iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Allereerst kopen wij natuurlijk in voor de mensen wat wij denken wat voor onze klandizie geschikt is. We hebben natuurlijk een hele brede klantenkring. Een klantenkring die heel veelzijdig is. Tegenwoordig 3 generaties die wij ook binnenkrijgen. Daar kiezen wij ook echt voor. Zeg maar dat wij zeg maar de dochter binnenkrijgen. Haar moeder, maar ook oma. De kleurtjes, ja. Weet je, het is, je moet afgaan. Iedereen kan zeggen, goh, ik noem maar neongeel was in de mode. Maar dan kan je zaak volhangen met neongeel. En dan werkt het niet. Nee, gewoon mooie. Je moet ook bij de mensen passen. Ja, precies. Ja. En ook een mooie basis. En ook als wij de mensen adviseren, dan proberen we ook te kijken naar het type en wat daar past. En zodat ze zo goed mogelijk geslaagd de deur uitgaat. Dus jullie personeel is echt opgeleid om ook advies te geven? Ja. Nee, weet je wat het is? Het is natuurlijk op dit moment natuurlijk een hip om te zeggen van ik ben personal shopper. Nou ja, personal shopper, dat zijn al onze adviseuses. Een klant komt hier, die ontvangen we als gast, zeg maar. En we proberen zo haar te begeleiden dat ze heel mooi en het soort kleding aangemeten krijgt wat haar leuke seizoen kan laten doorkomen. Ja, en wat bij iemand past. Je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, dit is in de mode, maar... Ja, weet je, het is natuurlijk... daarom zit je op een gegeven moment ook al 45 jaar op deze locatie. Eerlijkheid duurt het langst. En je kan de zaak heel goed opbouwen, maar hij is ook afgebroken. En ieder klant is ons visitekaartje, die moet er stralend mooi uitzien. Zodat ze ergens zijn, bijvoorbeeld op een feestje of gelegenheid of een leuke avond uit. Ja. En dat de mensen zeggen van, hé, dat is mooi. Ja, bij het winkeltje gekocht. Jullie hebben dus ook sportieve kleding, maar ook echt feestelijke kleding. Ja. Wij staan altijd wel in de volksmond bekend dat de mensen hier goed terecht kunnen voor een gelegenheid. Maar mensen kunnen hier ook gewoon een leuke jeans krijgen en een leuk shirt. Maar we proberen toch altijd wel net even iets anders te zijn dan de doorsneewinkel. Okay. Is er ook een bepaalde trend dit voorjaar en deze zomer? Wat je veel ziet zijn de mooie pasteltinten, dus het watergrijs, zacht roze, de mooie zacht zandkleur. Mooie tinten, maar ja, die moeten je wel staan natuurlijk. Hè. Ben je wat bleker, dan, is dat natuurlijk dat, dan valt dat weg en dan staat je dat niet. Daarbij is het wel weer leuk, zwart-wit, altijd in de mode, altijd goed.
Maar dit seizoen heel veel met accenten. Dus zoals kobalt, felgeel en het beetje het koraalrood. Om dat zwart-witte toch lekker een beetje meer power te geven. Ja. En dat is eigenlijk een beetje dat je dit seizoen veel tegenkomt. Dan gaan we zo meteen kijken naar de modeshow. Dus ja, ik ben benieuwd. Leuk. Ja, okay. Hey, hartstikke leuk. Dankjewel. Welkom. Op zaterdag 18 april zijn er opvoeringen tijdens Ballettomania om 5 uur en om 8 uur in de Mariakerk aan de Wilhelminalaan 63 in Oosterhout. Balletschool Christinka brengt dit kleurrijke geheel, geschikt voor jong en oud, op de planken dat mede wordt opgeluisterd door celliste Barbara Helmich. Informatie hierover is terug te vinden op de website www.balletschoolchristinka.nl. Op zondag 19 april zijn er activiteiten onder de noemer presentaties De Kale Zangeres.
Profs werken samen met niet-profs vanuit verschillende kunstgebieden rond het thema absurdisme. Het resultaat zal worden getoond in een mengvorm van exposities en podiumactiviteiten. Het is allemaal te doen in de nieuwe Pannenhoef aan de Wilhelminalaan 57 in Oosterhout. De toegang is gratis en meer informatie is te lezen op de website www.h19.nl. Op zondagmiddag 19 april om 4 uur is er de uitreiking van de Cultuurprijs. Tijdens een feestelijke middag vol spektakel worden twee prijzen uitgereikt. De Cultuurprijs, een oeuvreprijs, en de Stimuleringsprijs voor het stimuleren van talenten en nieuwe initiatieven. De toegang is gratis en nadere informatie is terug te vinden op uitinoosterhout.nl/go/cultuurprijs. Dit was weer Maak het in Brabant. We hopen dat u ervan genoten heeft. Heeft u het gemist of wilt u het eens terugkijken? Dat kan uiteraard via onze website www.maakhetinbrabant.nl. En ook ons kunt u natuurlijk volgen via Facebook, Twitter, LinkedIn of Google+.